Emmenaren, na een drukke periode waarin FC Emmen 3 wedstrijden speelde in een tijdbestek van 8 dagen, heeft de selectie nu een week de tijd gehad om zich voor te bereiden op de uitwedstrijd bij FC Eindhoven. We praten hierbij over die tegenstander en praten ook bij met Desley Ubbing. Na een moeilijke avond in Tilburg moeten de blikken weer vooruit. FC Eindhoven is dus de volgende tegenstander, maar als we even kort terugkijken naar die wedstrijd in Tilburg, dan was dit de grootste kans. Mike de Wierik had hem aan de rechterkant, goede voorzet. Jari Vlak kopt hem door en Piotr Parchicek die krijgt hem helaas net op het aluminium. Dat was de beste kans van ons in die wedstrijd, maar helaas geen goede uitslag voor FC Emmen. Als we dan even de stand erbij pakken, dan zien we dat we terug te vinden zijn op de derde plaats in de KKD met 32 punten uit de eerste 17 wedstrijden. Tegenstander van komende vrijdag, FC Eindhoven, is terug te vinden op plaats 12 en zij pakte 23 punten uit de eerste 17 wedstrijden. Ze speelden afgelopen vrijdag op 1 december, toen wij tegen Willem II speelden, speelden zij uit in Leeuwarden bij Cambuur en dat werd 2-2. FC Eindhoven begon dit keukenkampioendivisie-seizoen sterk, maar moet nu al 6 wedstrijden wachten op de laatste 3 punten. 3 van die wedstrijden werden gelijk en de andere 3 verloren ze. En als we kijken naar de laatste 10 wedstrijden die wij tegen ze speelden, dan wonnen we er daar 5 van, werd het 3 keer gelijk en verloren we er 2. Mooi momentje uit bij FC Eindhoven. In 2022 pakte FC Emmen daar het kampioenschap. En we kijken even lekker terug hoe dat werd gevierd. En nu de bevestiging. Dordrecht verslaat Volendam. En voor de allereerste keer in de geschiedenis kroont Emmen zich tot kampioen van de keukenkampioendivisie. Uit handen van de man uit Klazinaveen. Even ten Apel, die het podium gunt aan FC Emmen. Kampioen, keukenkampioen divisie 2021-2022, FC Emmen. In 2017, 6 jaar geleden alweer, wonnen we thuis met 2-0 van FC Eindhoven. Doelpunten waren toen van Alexander Banning en Gennaro Zeefuik. We blikken even kort terug op die mooie avond thuis tegen FC Eindhoven. Wacht eens op de voorzet. En die voorzet die komt er uiteindelijk en dan staat Banning op de goede plek. Daar hoeft hij hem alleen maar tegen zich aan te laten schieten en is het 1-0 voor Emmen. Slotfase van de eerste helft. Zeefuik. Als zijn evenknie ooit, Henny Meijer. Zeefuik die wegdraait, optimaal gebruik maakt van zijn postuur en zo 2-0 maakt voor Emmen. Desley, welkom. Als eerste, als er iemand is die al veel plek heeft gezien op deze wereld, qua competities en clubs, dan ben jij het wel. Maar hoe bevalt eigenlijk de keukenkampioendivisie? Ja, bevalt mij ook wel. Ik denk dat we ook wel echt een hele leuke selectie hebben. Qua voetbal is het wel anders dan in het buitenland. Hier zit wat meer voetbaltechnisch in. In het buitenland is het meer fysiek. Dus ik denk dat dat wel het grootste verschil is. Hey, vrijdag dus een 3-0 nederlaag. Dat ja, was een lastige pot voor jullie. Wat je ook eerder zei, met beide benen op de grond. Hoe kijk je terug op vrijdag nu, een paar dagen later? Ja, het is natuurlijk zuur. We hadden kunnen aansluiten, maar wat ik wil zeggen, het seizoen is nog lang. Misschien is het goed geweest voor ons aan één kant. Nu kunnen we weer de volle focus pakken. Die was er van tevoren wel, maar kijk, je wint elke week, maar je wint elke keer met 1 doelpunt verschil. Dat zijn wel 3 punten uiteindelijk, maar ja, we moeten eigenlijk, wedstrijden moeten we gewoon meer gaan beslissen. Ook met de 1-0 voorsprong moet je hem uit gaan breiden. Dat je toch wat lekkerder die laatste minuut ingaat. Ja, en ik denk dat vrijdag wel een eye-opener is geweest. Want we hebben mogelijkheden gehad, de eerste helft. Ik denk dat we de tweede helft gewoon ons niveau helemaal niet hebben bereikt. En hun ons daarop wel hebben afgestraft. Ja. En dat is wel goed voor ons om de realiteit te zien dan. Heb je nog
momenten of herinneringen van je dacht, dat was nou echt een van mijn mooiste herinneringen die ik daar heb gemaakt? Misschien in Roemenië of? Überhaupt in buitenlandse avonturen. Het mooiste moment denk ik dat we met Trenčín tegen Feyenoord speelden. 4-0. Ja, en of de dag voor de wedstrijd hadden wij geen eten in het stadion. En toen zijn we met z'n allen naar de McDonald's geweest. Ja. Dat was jullie voorbereiding? Ja, dat was onze voorbereidingsmaaltijd, ja. McDonald's. Daar stond je wel even van te kijken, neem ik aan. Ja, een beetje wel, ja. Maar ik weet niet, ik zeg altijd, als jij je goed voelt met wat jij eet, dan presteer je het best, denk ik. Ja. Ik zeg altijd, maar als je vrij in je hoofd bent, dan presteer je het best, denk ik. En dat was bij de 4-0 overwinning? Ja, een dag voor de wedstrijd McDonald's. Dat is wel gebleken, dat krachtvoer is dus. Ja, dat zien we elke week doen, hè? Ja. Welke club heb je eigenlijk je mooiste avonturen gehad? Trenčín. Trenčín? Ja, met Europa en... Ja. Ja. Ja, dat is toch anders of niet dan... Ja, dat is wel iets apart, ja. Dat je buitenland vliegen, privéjets, dat soort dingen. Ja. Ja, dat is wel iets apart wat je meemaakt, ja. Was dat ook het land waar je het meest thuis voelde? Nee, Roemenië denk ik. Ja? Ja. Omdat? Ja, gewoon het leven. We deden vrij veel met teamgenoten daar. Dus denk ook voor mijn vriendin en die kleine dat we daar ons wel vrij prettig voelden. Dat we daar ons wel meest thuis hebben gevoeld. Ook net zo belangrijk eigenlijk inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja, die moeten zich ook thuis voelen, want anders is voor mij ook niks. Nee. Ja, deze had ik dus staan, maar die heb je dus ook al een beetje beantwoord. Terugblik op de 4-0 overwinning met Trenčín tegen Feyenoord. Is dat je mooiste wedstrijd uit je carrière? Ja, niet zozeer die van mij, want... Jij speelde veel in? Ja, ik was toen geblesseerd. Toen viel ik me wel in. Maar dat is wel een moment van... Ook met de arrogantie die Feyenoord toen naar Slowakije kwam. Ja, was dat wel een van de mooiste momenten, ja. Ja. Kun je eens terugblikken op hoe je die avond inging? Wat was het gevoel bij het team? Nou ja, het gevoel was zeg maar dat... Ja, iedereen beschouwde ons als kansloos. Maar wij speelden op kunstgras en Feyenoord kwam daar een dag van tevoren niet trainen. Met een bepaalde arrogantie kwamen ze al van... En toen zeiden we al van Nederlandse jongens tegen elkaar van ja, wij zijn echt niet kansloos. Want Van Persie deed toen niet mee, Berghuis bleef volgens mij thuis. Dus ze namen ons al een soort van niet serieus, denk ik. Ja, we speelden op kunstgras. Ja, als je dan met 4-0 wint, dan... Gaat dak eraf. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, dat is mooi. Vanochtend bij de training sprak ik Gerda Hilgen. Ken je die? Ja, krakeling. De krakeling. En ik vroeg aan haar, wat zou je nou aan Destiny Ubbink willen vragen? Maar, ze zei, geef hem wel even dit pakje krakelingen. Dus die krijg je van Gerda. Dankjewel. En met natuurlijk de hartelijke groeten van haar. Dankjewel. Kun je even uitleggen, wat is het verhaal achter de krakelingen? Ja, wij trainen daarachter op het veld. En we staan altijd met een bakje koffie of een bakje thee met een krakeling. En toen liep ik een keer langs en toen vroeg ik of ik een krakeling mocht. Dus nu elke keer als ik lang kom, vraag ze of ik een krakeling wil. Ja, ja. En neem je hem aan of... Ik neem hem altijd aan. Ja, ja. Mooi. En ze vroeg zich af, ben je gelukkig op de positie die je nu speelt? En als je mocht kiezen, waar zou je dan willen staan? Ja, ik ben gelukkig waar ik sta. Ik ben van nature geen linksbuiten. Ik ben meer een nummer 10. Maar ik voel me vrij prettig op deze positie. Of ik hier heel mijn carrière nog zou willen staan. Hangt er ook een beetje vanaf in wat voor elftal je speelt. Want we hebben op 10 staat Ahmed en die kan ook natuurlijk fantastisch voetballen. Dus nee, ik voel me goed op de linksbuiten. Dat was hem. Bedankt, top. Leslie. Mag ik deze echt meenemen? Ja, je mag ze echt meenemen. Helemaal voor jou. En mijn heren, bedankt weer voor het kijken naar deze voorbeschouwing op de wedstrijd tegen FC Eindhoven. Laat nog je voorspelling achter hier beneden en dan zien we je graag bij de volgende.